Monitoren of luidsprekers. Ja, je kan natuurlijk een koptelefoon gebruiken. Lekker op een laptop. Luidsprekers zou ik zelf wel aanschaffen. Ze hoeven ook niet al te gek. Het belangrijkste eigenlijk van luidsprekers of monitoren is dat ze een beetje neutraal zijn. Dus eigenlijk een beetje eerlijk. Niet te veel laagtoon, niet te veel bas. Eigenlijk dat je een beetje een eerlijk beeld krijgt van wat je hebt opgenomen of wat je hebt gemaakt. Dat niks wordt overdreven. Want als je gaat overdrijven, dan denk je dat het heel erg goed klinkt en dan klinkt het ergens anders helemaal niet goed. En dat is niet wat wij willen. Wij willen dat het goed klinkt, want goed is. Ja. Tegen perfect aan. Goed, dat is een goed begin. Dus luidsprekers, zeker als je de ruimte hebt en je hebt het budget en anders een koptelefoon. Heb je nou nog vragen, opmerkingen? Je kan me bereiken op mijn website soundgeek.nl. Uiteraard ook comments, likes en subscribes bij YouTube. Heb je nog opmerkingen? Ook altijd welkom over hoe ik mijn video's kan verbeteren, wat je graag zou willen zien. En meer van dat.